Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag kunnen we zien dat een groot deel van het land te maken heeft met wolkenvelden. Af en toe breekt even de zon door. Op de warme eilanden is de zon er wat vaker bij en dat geldt trouwens ook voor de kust van Noord-Holland. De wolkenvelden blijven we voorlopig nog mee te maken houden. Ook vanavond is het wisselend bewolkt. Nu ligt de temperatuur rond de graad of 11. Halverwege de avond is het afgekoeld naar een graad of 9. De Noordwestwind die is nu nog matig. Gaat in de loop van de avond en zeker vannacht wat afnemen. En is dan landinwaarts zwak of matig kracht 2 of 3. In de kustgebieden nog veelal windkracht 3 of 4. Verder, dus nog steeds veel wolkenvelden, ook wat opklaringen. Blijft droog, temperatuur die daalt naar zo'n 7 graden vlak aan zee tot 5 graden in het binnenland. Limburg, misschien nog zelfs wat kouder, 3 graden is mogelijk. Dan morgen, overdag eigenlijk een herhaling van zetten. Nog steeds vrij veel bewolking in het binnenland vooral. Die bewolking is niet dik genoeg dat de neerslag uitvalt, maar het zorgt toch voor een enigszins wat somber weerbeeld. In de kustgebieden duidelijk meer ruimte voor zon en zeker op de waddeneilanden zou het zelfs wel behoorlijk zonnig kunnen worden, maar dat is dan wel de uitzondering in het land. De middagtemperatuur komt duidelijk hoger uit dan vandaag. Het wordt 10 tot 14 graden en er waait een matige wind uit het noordwesten. Maar in het weken einde, dan gaat het weerbeeld echt verbeteren. Heeft te maken met een hoge drukgebied dat vanaf Ierland richting Noord-Frankrijk en België gaat koersen. En dat kunnen we ook zien als we de modelberekening erbij pakken. We zien in eerste instantie nog die wolkenvelden over het land trekken. Maar dan zaterdagochtend zien we dat de meeste bewolking al naar het oosten toe is opgeschoven. Betekent niet dat we de zon helemaal de hele dag gaan zien op de zaterdag. Er zijn ook zeker nog wel wolken, maar dat zijn wat meer stapelwolken waar tussendoor de zon dus wel gewoon kan schijnen. Het blijft ook gewoon droog en het wordt al 12 tot 15 graden bij een wind die matig is, maar geleidelijk aan gaat draaien naar het zuiden en later zelfs even naar oostelijke richting. Op zondag zijn de zon volop na een koude nacht, want het kan wel eens aan de grond een graadje gaan vriezen in de nacht naar zondag. Maar zondag overdag loopt die temperatuur dan snel op en uiteindelijk wordt het zo'n 17 tot 21 graden. En dat alles bij een matige zuidelijke wind. Op maandag dan zien we alweer een kentering in het weerbeeld. Er komen meer wolken, misschien zelfs een buikje gaat er vallen. Dan met name in het noordoosten van het land. De middagtemperatuur doet weer een stap terug en komt uit rond 12 graden. Dat bij opnieuw een matige wind uit noordwestelijke richting. Kijken we dan tot slot de tiendaagse, dan zien we dat duidelijk die thermische piek op zondag. Een eindselganger is. Daarna zakt de temperatuur terug naar 11 of 12 graden overdag. En ik kan ook verklappen dat in de loop van volgende week het ook weer wisselvalliger wordt met een toenemende neerslagkans. Zeker op woensdag blijft het op veel plaatsen niet droog. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl